Ik was zo goed bezig, maar ik heb het gewoon weer veel te laat gemaakt, uiteraard. Het is donderdagochtend. Ik was heel vroeg wakker, want ik pas op Lola vandaag. We hebben Sarah nog even laten slapen toen Lola voor de deur stond. En nu zijn ze echt heerlijk aan het knutselen. En dat is echt een win-win situatie, want Sarah die vindt soms leuk om te knutselen. Lola houdt van knutselen en ik niet. Dus nu is Lola met Sarah aan het knutselen en ik heb mijn handen vrij. Dus... En ik ben blij dat ik kan knutselen. En jij bent blij dat je kan knutselen. Nou, het is niet dat we nooit knutselen, maar... Het is niet mama's allergrootste hobby. Dat is wel echt een dingetje. Dus ik ga zo even douchen en dan zijn die meiden lekker bezig. Ik moet zeggen, ze maken echt hele mooie leuke dingetjes. Sarah is hier al bezig met armbandjes maken. Geen armbandjes. Dit is voor armbandjes. Dit is een oorbelletje. En Lola is hier echt, die vind ik zo cool, die bloem. En hier een hartje van dotjes. Die hartje toch? Nee, het is gewoon een dingetje. Dotjes. En een mooie ster. En het worden allemaal sieraadjes. Dit is van Jalapil. Nou, die meiden hebben heel dag lief gespeeld. Ik was net even mee naar buiten gelopen, dus ik kom mijn jas nog aan. Lola is nu net naar huis. Ja. Oh, heb je vast de koffer op de gang laten staan? Dat ze toch weer moest. Dus die krijgt sowieso. Ik krijg weer een kaart. Wat lief. Je shirtje ligt nog op de bank, want die heb je na het knutselen niet meer aangedaan. Nee, ik hoef niet. Ik heb geen honger, schat. En we gaan dus nu naar de dierenarts. Het is even spannend hoe het allemaal gaat, want ze is wel iets opgeknapt. Maar nog niet zo ver als dat ik hoopte. Dus we gaan het zien zo wat er allemaal uitkomt. Zit je weer in je hokje? Mimo was het vandaag niet meer eens. Normaal vindt ze het nooit zo erg. Hé. Hey. Hey, liefie. Nu wilde je niet, hè? En Mimo staat ook braaf Mama, in de gordel. Ja? Ik heb gisteren een kat ontmoet die Stip heet. Oh, dat is wel heel leuk. Ook bij die dierenarts. Ja. En Mimo vindt het nu weer prima, hè? Ik zie de oogjes kijken. Ja. Ze denken, hoe een piepje. Ik ben gewoon bang voor je wordt zo als jij loopt te piepen. Doe maar rustig voor de schat. Doe maar rustig voor de. Goed en slecht nieuws. Het is dus wel 100% schildklier. Dat is goed te behandelen. Slechte nieuws is dat ze de juiste medicatie nu niet op voorraad hebben, alleen te hoge doses. Maar die pillen breken, dat kan gevaarlijk zijn met de stof. Nou, heel verhaal, doet er allemaal niet toe verder. Dus de medicatie komt morgen pas. Dus ze moet het nog even redden. Ze heeft wel extra vocht weer gekregen, infuus en even de suikers aangevuld, dat ze voor nu wat meer energie heeft. En dan moeten we het even redden tot morgen. Ja. Het goede ding is wel dat het morgen gelijk kan komen. In plaats van over een week. Toch? Ja. Het komt wel gelijk morgen inderdaad. Dat is heel fijn. En ik denk, wat staat er nou achter me? Maar dat is mijn bed. De slaapkamer is nog niet af, dus bed kan er nog niet in. Moet echt gaan gebeuren, echt. Ik had nog pizza over van gisteren. Want we hebben er uiteindelijk maar één gebruikt. Dus Sarah en ik eten gewoon lekker samen pizza weer vandaag. Dus... Ik ga de oven aanzetten en dan gaan we weer een pizzaatje maken. Lekker pizza! Ik heb kip met ananas en Sarah heeft salami met kaas. Moet ze lachen, Sarah moest de speelgoed opruimen. Ik zei dat mama hier weer normaal kan lopen. Dus nu is het toch hoog opgestapeld. Ja, kinderlogica echt. Ik vind het best wel grappig. Maar af en toe denk ik ook wel van hoe dan. Goed, ik ga even snel editen. Ik zit trouwens echt vol van die pizza. Want gisteren hadden we natuurlijk ook pizza gegeten. Maar toen hebben we met z'n drieën gedeeld. En toen zei dat echt maar een klein stukje. Die eet pas sinds kort pizza. Daarvoor wilde ze het nooit. Ze had altijd in de hoofd dat ze geen pizza lustte. En nu eet ze alleen dan pizza met salami. Maar goed. En toen had ik er gewoon allemaal bijgerechtjes gegeven. Maar vandaag hebben we met z'n tweeën gedeeld. Maar mijn stuk was ook echt heel groot. Dus ik zit zo vol ervan. Maar ik heb echt wel enorme dorst van die pizza. Waarom weet ik niet? Dat had ik gisteren niet. Maar ik blijf drinken, echt.
Ik heb dat af en toe van die buien, dan kan ik echt niet stoppen met drinken. Terwijl normaal ben ik echt een moeilijke drinker. Dan moet ik altijd echt opletten dat ik genoeg drink. En nu echt achter elkaar zit ik alles weg te drinken. Echt niet normaal. Maar goed, ik ga even editen, want dat wil ik wel gedaan hebben. Vlog staat te renderen. En ondertussen, echt zo stom. Ik zat natuurlijk heel vol van de pizza. Dat heb ik volgens mij als laatste verteld. En ik zit nog steeds vol, maar ik heb trek, maar geen honger. En dat vind ik altijd zo vervelend. Dus ik zat al te bedenken wat ik ga eten, maar ik denk dat ik gewoon even twee mandarijntjes eet. Dan heb ik toch even wat naar binnen. Maar dat vult niet echt. En dan, ja, dan is dat denk ik even wat lekkerder. Ik zie trouwens, dat zag ik echt net met editen. Ik zie zo bleek en mijn haar momenteel, het maakt ook echt niet uit wat ik ermee doe. Zodra ik buiten kom is het één grote rare pluizenbol, zeg maar. Het haar gaat allemaal rare plukjes hebben. En ik heb wel binnenkort afspraak bij de kapper, dus dan gaan we er wat aan doen. En ik hoop dat het dan even weer wat beter wordt, want het zit gewoon niet wat ik ermee doe. En dat spul, ik heb natuurlijk zo iets van een spraakgebrek soms. Dat spul van John Frieda, die vond ik terug in de kast. Het stond ergens achter in de kast, dus staat er echt al een eeuwigheid, maar nooit gebruikt. En ik vind het op zich wel heel erg lekker, alleen hier lijkt het elke keer of het echt heel erg vet is. Terwijl het is echt van product, zeg maar. Het is, mijn haar is verder gewoon schoon. Dus ik weet nog niet wat ik ervan vind. Maar ik ga het morgen gewoon weer wassen en dan ga ik het gewoon alleen beneden doen. En kijken of ik het dan beter vind. Misschien dat mijn haar dan ook beter zit. Ik hoop het maar. We gaan het zien. Oh, sorry. Even een grapmomentje. Sommige mandarijntjes, die snappen het echt niet. Als ik de schilder afhaal, hier gaat hij. Maar hier blijft hele laag erop zitten. En ik haat dit echt. Ik vind dit zo vies als dit er nog op zit. Ik was zo goed bezig, maar ik heb het gewoon weer veel te laat gemaakt. Uiteraard. Maar goed, ik ga nu gelijk naar mijn bedje toe. Ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Vind ik natuurlijk superleuk als je dat doet. Duimpjes zijn ook top. En dan zie ik je morgen. Doei doei!